Welkom dames en heren, na afloop van de competitiewedstrijd Kras van den Dam tegen Tafel Bevo. Eindstand 27-24 met een ruststand van 11-11. Aan tafel zitten van Bevo de assistenttrainer Lambert van Berlo, bijgestaan door speler Daan Versleeuwen, trainer van Volendam Mark Smits en Joris Smits, man van de wedstrijd. Ik wil het woord geven aan Lambert van Berlo. Lambert, op welk moment hebben jullie deze wedstrijd uit handen gegeven? Nou, ik denk gelijk naar rust. We zijn voor dan 3 doelpunten uitgelopen. Dat is eigenlijk het punt waar wij eigenlijk de wedstrijd, denk ik, uit handen geven. Ik denk dat wij net voor rust de wedstrijd in handen kregen. Maar we blijven aanvallend te weinig druk brengen. Waardoor onze verdediging te zeer onder druk komt te staan. En zodoende kan Volendam doelpunt uitlopen. Ik denk dat het Volendam een verdienst is voor onze zwakte aanval. Bij zonder verdediging stonden wij niet slecht. Alleen Volendam profiteert van onze te weinig druk in aanval, omdat wij te weinig scoren. Dat is denk ik het grote euvel van deze wedstrijd. En goed, het is terecht op de vloer hebben. Dat is heel realistisch van jullie kant. Daan, wat is jouw visie op deze wedstrijd? Wat Lambert zegt. Ik geef mezelf, ik geef veel weg van de aanval. Te weinig druk, slordige fouten, onverspeelpaas op ballen die weggaan. Tevens ikzelf. Waardoor Volendam er goed van kon profiteren. Als wij een bal wat tegen krijgen, breek je snel tegen aanval. Jammer. Yes. Dankjewel. Wil ik het woord geven aan Mark Smits. Mark, deze overwinning was broodnodig, hè? Natuurlijk was die nodig. Hè. We hebben eigenlijk een goede wedstrijd gespeeld tot nu toe. We hebben flink last gehad van een aantal blessures. Vorige week hebben we onszelf tekort gedaan. Daar waren we eigenlijk weer relatief compleet met de ploeg liggen. En die speelde niet. En dan laten we eigenlijk 2 gouden punten in Tonga liggen. Daar balen we allemaal ontzettend van. Daar hebben we het deze week over gehad. En gezegd, we moeten ons wel voor het goede spel belonen. En gewoon zorgen dat we wedstrijden winnen. En we wisten van tevoren dat het Bevo ook wat last heeft van blessures. 2 spelbepalende spelers met Dario en Nick. Die missen, dus je wist dat ze moeite hebben om een ritme te vinden. En we hebben gezegd, we moeten gewoon geconcentreerd spelen de hele wedstrijd. En in de tweede helft kun je het verschil pas maken. Ik denk dat we goed beginnen, de wedstrijd in handen hebben. Eind eerste helft geven we het een beetje uit handen. Doordat we te statisch handballen. Bart Ravensbergen stond erg goed te keeper op dat moment. En de rust hebben we gezegd, er is niks aan de hand. Het is 0-0, de tweede helft. En als we gewoon ons werk doen dat we hebben afgesproken, dan gaan we deze wedstrijd winnen. We hebben 60 minuten de tijd. En we wilden een hoog tempo spelen. Omdat ze natuurlijk minder mensen hebben om te wisselen of jonge mensen moeten wisselen die weinig ervaring hebben. En we hebben ook gekozen om een offensieve dekking te spelen. Vaak spelen we, beginnen we met 6-0, daarna schakelen we over naar de 5-1. Maar we weten dat Bevo in de aanval problemen heeft met een 5-1 dekking om beslissingen onder druk te nemen. Ze willen graag handballen vanuit de beweging met een hoog tempo schutters in stelling brengen. Met een 5-1 dekking is dat moeilijk en daardoor dwongen ze eigenlijk tot vrij kansloze acties. En dat konden we de dekking erg goed oplossen. En daardoor winnen we uiteindelijk ook verdiend deze wedstrijd. Dankjewel Mark. Man van de wedstrijd, Joris Smits. Ben je weer fit, Joris? Ik ben weer fit, ja. Gelukkig wel. Na een tijdje van blessure leed ben ik weer volkbal gaan, dus daar ben ik wel blij mee. Dus ik kon ook een mooie bijdrage aan deze wedstrijd. En ik denk dat we een niet altijd goede pot hebben gespeeld. Maar we hebben de laatste wedstrijd, wat Mark zegt, niet altijd alle punten gepakt, terwijl we dat wel konden. En nu winnen we, ik denk dat het belangrijkste is. En het was niet mooi. Maar het was op hard werken, sterke dekking en dan een aantal makkelijke doelpunten maken voor de tweede helft. En dan winnen wij dus een punt. Prima, denk ik.
Oké, dankjewel. Topscorer aan de kant van Bevo was Jeroen van der Beuken met 7 doelpunten. Bij Volendam was dat Jeroen Smit met 5 en Jaap Beemsterboer met 5. Wil ik nog vragen, zijn er nog vragen in het publiek? Nee, dan sluit ik deze persconferentie hierbij af. En dank voor jullie aandacht.